een kathedraal van een symfonie. Zo wordt de vijfde van Bruckner ook wel genoemd, vanwege zijn grootse en indrukwekkende karakter. Dus waar kan je deze muziek beter uitvoeren dan in een eeuwenoude kerk te midden van het prachtige Zwitserse landschap? Helaas, aan de sfeer ligt het niet, maar in de praktijk is zo'n kerk eigenlijk maar lastig. Er is weinig ruimte op het podium en de akoestiek is nogal hard. En als je in zo'n kerk binnenloopt en een orkest speelt in, dan is dat een cacophonie van stemmen door elkaar heen. Dat kan je wel eens te veel zijn. Er wordt geschoven en gewisseld en vanwege ruimtegebrek kunnen minder strijkers meespelen dan normaal. We kunnen niet echt goed zitten. Het is natuurlijk een kleine kerk en we hebben niet echt heel goed contact. Maar het houdt ons flexibel. We moeten ons aanpassen en dat is ook wel goed. Is het leuk dat improviseren of denk je, wat doen we hier? Zo'n kerk geeft gelijk een hele mooie sfeer. En ik denk dat het toch een heel mooi concert wordt. Het is wel een beetje improviseren. En dat is er soms even lastig aan het begin. Uiteindelijk is die muziek van Bruckner ook voor de kerk bedoeld. We spelen het vaak in concertzalen. Maar Bruckner was een dorpsorganist die ook componeerde. En dus eigenlijk met zijn koralen heeft hij die klank ook van het orgel altijd in zijn achterhoofd. Dus eigenlijk spelen we nu op een locatie waar een Bruckner ook gespeeld moet worden. En eerlijk is eerlijk, wat klinkt Bruckner in deze kerk overweldigend. Donderdag is het orkest in Verona, de stad van Romeo en Julia. Op het programma Petrushka van Stravinsky en het eerste vioolconcert van Bruck. Met in de hoofdrol de Noorse violiste Vilde Frang. I feel very, very excited. The orchestra is beautiful. It was executed in a wonderful way, even if it was sometimes difficult, but they were perfect. I liked Petrushka a lot because it's very difficult to play it very well, and it was amazing. I hope you come back soon to Verona because you were very, very good and very, very wonderful orchestra.